Vandaag gaan we een heerlijke boterham met gesmolten kaas en salami maken. Om te beginnen pakken we een boterham en die gaan we aan beide kanten met boter besmeren. Op een van de kanten doen we de kaas. Als je de kaas erop hebt gedaan, kan die in de pan. Ja, dat is echt goed, hè? Als hij in de pan zit, kan er een plakje salami op. En een heel klein beetje peper en zout. Als allerlaatste draai hem nog één keertje om. Kijk Theo, voor jou een heerlijke boterham. Nou, kijk eens aan Hajo, je hebt goed je best gedaan, zie ik. Nou, lekker! Kan ik die zo eten? Ja. Proost! Lekker!